Theater aan Zet is een professionele theatergroep uit Nijmegen die seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maakt. In onder andere het voortgezet onderwijs, het mbo en andere maatschappelijke organisaties. Hoe groot is de uitsluitende discriminatie van mensen met een andere seksuele voorkeur momenteel op de middelbare scholen? Nou, ik kan daar niet exacte cijfers voor geven natuurlijk, maar ik weet in ieder geval uit onze ervaring, wij maken dus ook voorstellingen die gespeeld worden op scholen, op middelbare scholen, over seksuele diversiteit, homoseksualiteit. En wat wij meemaken aan de opmerkingen van leerlingen in de klas is dat uitsluiting en het niet gewend zijn, weinig kennis hebben over homoseksualiteit nog steeds erg groot is. Dus de veiligheid op scholen voor leerlingen met andere seksuele geaardheid dan heteroseksualiteit is altijd nog groot. Het wordt wel beter, wordt heel veel aangedaan, ook voorlichtingen van het COC en dergelijke. Maar het is nog steeds niet alleen maar veilig voor jongeren, nee, zeker niet. Nee. Okay. En Aanzet is meer dan een theatergroep, het is ook wel een beetje voorlichting. Ja, zeker. Het is ook een beetje voorlichting. Niet zoals de COC-voorlichters dat doen, maar wij zijn wel een hele mooie aanvulling daarop. Wij maken onze voorstellingen vanuit eigen verhalen van jongeren, vanuit de belevingswereld van jongeren. En het is educatietheater, dus het is altijd interactief. Dat wil zeggen dat leerlingen altijd deelnemen aan de voorstelling. Niet als spelers, maar ze hebben altijd grote inbreng in het interactief gedeelte. Dus het is echt een theater, educatief theater, wat wij zijn. Ja, ja, want vandaag is het voor het EGGI. Komen er nog belangrijke publiek? Nou ja, al het publiek is natuurlijk belangrijk. Er komen best wel belangrijke mensen ook die misschien zeggen, deze voorstelling willen wij inzetten voor onze achterban. Omdat het gaat nu over homoseksualiteit binnen onze multiculturele samenleving. Daar hebben we al een voorstelling over, maar die is ook weer voor jongeren. En deze is echt gemaakt voor de ouders. Is geschreven vanuit een moeder. Dus we hebben mensen geïnterviewd, ouders geïnterviewd. En van daaruit is dit stuk geschreven. Theater aan Zet heeft voor de invalshoek van de moeder gekozen, omdat gebleken is dat vrouwen over het algemeen meer openstaan voor verandering in hun kijk op homoseksualiteit. Moeders spelen in het Nederlandse en niet-Nederlandse gezin dan ook een belangrijke rol bij de emancipatie van homoseksuelen. Gaia, een moeder, is een muzikale theaterproductie over seksuele diversiteit binnen onze multiculturele samenleving. Okay, en kunt u iets vertellen over het stuk? Ja, het gaat over Gaia. Gaia is een moeder en die komt samen met haar dochter en een muzikant haar verhaal vertellen. Zij heeft een homoseksuele zoon. Die jongen woont niet meer bij hun in huis, omdat het te moeilijk was en ze wisten niet wat ze ermee moesten. En een hele grote worsteling voor die vrouw. Ze houdt van deze jongen. Maar hoe moet ze omgaan met het thema dat hij homoseksueel is? Binnen haar cultuur, geloof, is dat gewoon heel erg moeilijk. Maar ze houdt wel heel veel van deze jongen. Dus de voorstelling gaat ook heel erg over liefde. Okay. Ja. En wat is uiteindelijk de doelstelling van Gaia? Om het bespreekbaar te maken binnen alle culturen, binnen allerlei groepen. Met name dus deze voorstelling voor de ouders. Om het thema zichtbaar te maken. Dus de verhalen te laten horen. Met de mensen te praten, in dialoog te gaan. Dus dat is het doel. Zichtbaar en bespreekbaar maken van thema. Ben je benieuwd naar Gaia, een moeder? Kijk dan op de website theater-aanzet.nl. Waar je alles over de voorstelling en andere activiteiten van deze theatergroep kunt volgen en nalezen.